ontzettend veel over haar. Eén ding wil ik even over mevrouw Faber zeggen. Wel heel belangrijk. Zij doet niet mee in die gesprekken die we eerder benoemden. Nee. Gesprekken tussen Schoof, Wilders en Van Vroonhoven. Maar zij is toch nog steeds de minister van Asiel en Migratie? Ja, je zou denken dat het wel handig is als zij in ieder geval betrokken wordt bij gesprekken die gaan over hoe gaan we nou dit asielpakket vormgeven. Zij zit daar niet bij. Zij wordt echt een beetje op de zijlijn gezet door Wilders. En haar verhaal lange tijd over ik ben bezig over die dragende motivering. Hè. Dinsdag was ineens het gekke moment is dat ze zei hij is af. Ja. Wij weten inmiddels vrij zeker dat tussen de PVV en NSC die dragende motivering al helemaal geen rol meer speelt. Want die noodprocedure is al van tafel. Maar zij is nog steeds naar buiten toe aan het verkopen. Nee, ik ben er nog mee bezig. En we zijn... Ja, dan weer wel en dan weer niet. Ja, nou kijk even hoe dat ging. Met de dragende motivering gaat goed. Wanneer is die af? Hij is af. Wanneer gaat u het delen met de rest? Dat is nu een onderhandeling. Oh ja? Die noodwet, dat is wel een beetje een breekpunt. Even. Ja. Nou, ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Ik voeg wel mijn opdrachten uit. Er zijn wel meer dingen die niet altijd even makkelijk zijn. En je hoeft je daar niet van te laten weerhouden. Even tegelijk. Ja, het is nog niet helemaal af. We moeten dat nog even checken, dubbelchecken. Dit was natuurlijk een circus dinsdag. En het blijft toch een beetje een gekke situatie, omdat... Vandaag toch nog wel wat bronnen even echt heel scherp gevraagd van... oké, maar wanneer is dan het moment geweest dat Wilders en Van Vroonhoven... dus NSC en PVV eigenlijk besloten... wij gaan praten over een alternatief op die noodwet. Dat was al voor dinsdag. Dus zij staat daar voor de pers. Sterker nog, als PVV-minister nog een verhaal te houden over een noodprocedure... terwijl ze eigenlijk dus door haar eigen leider, partiek leider... Ja. Ontzettend in de wind gezet wordt. Want die is achter de schermen al lang om haar heen aan het werken. Al lang, hè? Ze zijn al een tijd aan het praten. Ja, de precieze periode is me niet helemaal duidelijk. Nee. Maar de een zegt weken, de ander zegt in ieder geval al ruim hiervoor. Goed, 25 oktober, dat is volgende week vrijdag... dan zou het kabinet een beslissing moeten nemen. Was althans de bedoeling en de belofte van Dick Schoof.